Een hele goede dag allemaal. In deze video ga ik het lokale circuit rijden van de Wereldbeker in Hongarije. Laat eventjes in de reactie weten wat jullie van Poepoe vinden. Let's go! Stuk. Nu naar boven toe. Oh.
laatste stuk geweest. Best wel de hobbels. En daarnaast is het vrij nat, dus het is wel lastig hier hoor. Dan richting de tweede map hier Appos. Boven is naar beneden toe tot aan de Uilenberg. Altijd lastig bochtje. Nat langs de viptent. Hey. Op de gemeen stuk. Komt van beneden. Hier al licht naar boven toe. Gaan weer links. Richting de balkjes. Ze liggen er nog niet, maar kom ongeveer. Hier ligt het parcours. Afzien. Ja. Zo. Dan zijn we naar boven. Op de Uilenberg. Moeilijke afdaling naar beneden. Wat een lastig, je ziet niet waar je uitkomt. Ik kom nog in de beugel. Best wel gaten in de weg. Best wel een lastige afdaling hoor. Ja, naar boven toe. De laatste hindernis en dan de afdaling richting de weg. Er is nog geen spoor, dus even zoeken hier zo. Oep. Dan rij je links terug richting de finish. Dit was het parcours in Hoogrijden, de World Cup. Ik vond het vrij pittig. Ik ben zelf ook niet meer getraind, net als vroeger. Maar het lag er zwaar bij. Toch wel een zware ondergrond. De regen heeft toch wel zijn werk gedaan.
Zoals jullie konden zien op het parcours was het vrij nat op sommige punten. Het voelde ook wel wat drassig aan. Daarnaast zit het parcours wel een aantal hobbelige stukken. En ja, je loopt ook wel koeien en andere beesten in de zomer. Dus je ziet wel dat het een beetje kapot gelopen is. Daarnaast met het heuvelachtige terrein is het toch wel pittig en echt wel een stuk zwaarder dan vorig jaar. In ieder geval, we gaan het zien voor komende zondag. Abonneer zeker, want dan gaan we weer een video maken. Een verslagje van een dag zelf. Misschien wel renners interviewen. Dus blijf zeker op de hoogte. Nou, tot zondag. En dan wens ik jullie alvast veel plezier met de cross.